Een pluk dikke bewolking boven de Britse eilanden trekt vandaag richting Nederland. Dat betekent dat het vandaag overal bewolkt is en soms kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Later vanavond of vannacht gaat het een stuk harder regenen. Vanochtend is het niet, niet koud. Temperatuur op veel plaatsen in de dubbele cijfers, met uitzondering van het oosten en noordoosten van het land. Verder waait er een meest matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 of 4. Vanmiddag loopt de temperatuur op de meeste plaatsen een graadje hoger op. Er zijn droge perioden, maar soms valt er nog wat lichte regen of motregen. De wind neemt aan zee toe en wordt dan uiteindelijk vrij krachtig. Vanavond laat gaat het dan vanuit het westen op steeds meer plaatsen wat harder regenen. Maar ondanks de bewolking en regen blijft de temperatuur hoog met 11 of 12 graden. Morgen regent het dan wat harder en vooral s'middags vallen er ook buien. Bij buien is kans op zware windstoten, zowel aan zee als bovenland. En ook de gemiddelde wind neemt flink toe en is dan vrij krachtig bovenland tot hard aan zee. Het blijft wel zacht met een graad of 12 en dat is ook zaterdag het geval. Temperatuur op veel plaatsen dubbele cijfers, maar ook dan buien. S'middags af en toe wat zon. Zondag en maandag ligt de temperatuur wat lager, maar ook dan valt er een enkele bui. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl